FC Groningen speelt komende zaterdag voor de tweede keer dit seizoen thuis tegen ADO Den Haag. Op 30 oktober van het vorig jaar won FC Groningen voor de KNVB-beker met 1-0 van de Hagenezen. Matchwinner die avond was FC Groningen topscorer Michael De Leeuw. De voorzet is ook goed en daar is het doelpunt. De eerste echt mooie aanval van de avond is raak. De Leeuw kopt in en Groningen leidt. Maar uitgerekend De Leeuw ontbreekt zaterdag tegen ADO. Hij kreeg een gele kaart in de wedstrijd tegen Heracles. Het was zijn vijfde en dus is hij een wedstrijd geschorst. Zijn vervanger is Paco van Moorsel, die voor het eerst sinds 15 december 2012 weer in actie gaat komen in het eerste elftal van FC Groningen. Het is heel lekker. Het is een tijdje geleden. En, soms moet je geduld hebben. Soms is het ook heel moeilijk om daarop te wachten. Maar zaterdag is de kans er en daar ben ik heel blij mee. En hoe hou je dat geduld? Ik probeer mijn wedstrijden te spelen in tweede. En goed te trainen, zorgen dat je fit bent. En dan is wachten op je kans. En dan is zaterdag precies weer. Een paar doelpunten in de tweede, helpt dat ook? Ja, tuurlijk. Het is altijd lekker voor je eigen gevoel ook om toch belangrijk te zijn en toch goals te maken. En dat is een stukje zelfvertrouwen dat je dan meeneemt. Alle ogen en camera's zijn zaterdagavond dus gericht op Van Moorsel, die als aanvallende middenvelder gevaar moet gaan stichten in de verdediging van ADO Den Haag. Nou, ik ben natuurlijk een iets ander type speler dan De Leeuw. En ik probeer me iets meer met de opbouw te bemoeien. En De Leeuw is echt een afmaker en een aanjager. En, ik ben daar iets een ander type in en ik probeer met de voetballen het combinatiespel op te zetten. En dan hoop ik natuurlijk ook voor de goal te komen om een goaltje te maken. Dat zou wel lekker zijn, ja. Nou heb je natuurlijk ook twee jongens voor je staan die ook kunnen afmaken, hè? Texera en Seva. Ja, precies. Het zijn jongens die de laatste tijd ook goals gemaakt hebben. En dat zoeken we een beetje, want dat was in de eerste helft van de competitie eigenlijk een beetje ons probleem, dat we te weinig goals maakten. En, je ziet de laatste wedstrijd dat je goals maakt. Ja, weinig weggeven deden wel. Dus dat zorgt dat je wedstrijden gaat winnen. Dus ik hoop zaterdag ook. Het is zaterdag alweer de derde keer dit seizoen dat FC Groningen de confrontatie aangaat met ADO. Want ook in Den Haag speelden beide ploegen al tegen elkaar. En won FC Groningen met 1-0 dankzij een doelpunt van Tim Sparf. Een derde overwinning op concurrent ADO brengt FC Groningen dichterbij de begeerde play-offs. Het is nog 4 wedstrijden. En ADO is de eerstvolgende daarvan. Ik denk dat het een hele belangrijke is om 3 punten te pakken. Daarna krijg je nog 3 wedstrijden waar je ook nog de nodige punten moet pakken, maar dan doe je in ieder geval goede zaken als je zaterdag wint.